Goedemorgen Tessa, welkom op Werkplaats Oost. Afgelopen maandag stond er op iDoort een artikel over jou met de vraag: wie is Tessa Dulfer? Ja. Nou ja, sportief dat je bent, zei je van nou, kom maar op, ik wil wel graag even vertellen wie Tessa Dulfer is. Dus bij deze, nogmaals de vraag, wie is Tessa Dulfer? Ja, dit artikel kwam op mij over als een uitdaging en die heb ik aangenomen. Ik vond het een heel leuk artikel op zich, hij had gelijk, er is weinig over mij te vinden. Ik ben dus Tessa Dulfer. Ik ben 25 jaar. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Toen heb ik een periode overal in Nederland gewoond. En uiteindelijk met liefde teruggekeerd naar Dordrecht. Ik weet niet wat je meer wil weten. Wat willen de kiezers van mij weten? Verliefd, verloofd, getrouwd? Ik ben ontzettend verliefd en samenwonend met mijn vriend. Yeah. Dat is mijn alles. Daar zijn we nu nog niet zo heel lang samen. Maar we kennen elkaar al 7 jaar en dat gaat echt supergoed. Gaat heel lekker. Dus. Ik ben opgegroeid met een vader die voor Leefbaar Rotterdam zich heel erg heeft ingezet. Daardoor weet je wel een beetje waar je aan toe bent. Dus heel vaak 's avonds laat weg, stukken lezen, daar naartoe gaan. Maar ook het commentaar. Het was toen bij Leefbaar al dat je best wel veel negatieve reacties krijgt. Ik ben alleenstaande moeder geweest al een tijd in Rotterdam-Hilligersberg. Ja, dan word je heel gauw bestempeld als tienermoeder of jonge moeder. En in Dordrecht is het eigenlijk, we zijn allemaal uit Dordrecht, we komen allemaal uit Uitkerspijn. Dus word je veel meer ook gekeken naar de persoon wie je dan bent. Ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, ze kunnen er het beter het beste van maken. En dat, ja, het bevalt mij heel erg goed. We hebben even gekeken op je Facebook naar je favoriete citaten. Ja. Laten we die even doornemen. Poep gebeurt, wat zeg jij dan? Je moet je niet te druk maken om dingen die gebeuren. Poep gebeurt, ga verder, los het op. En er zijn ook alweer andere dingen op een dag die gebeuren. Dus. Nu een hele vertederende, vond ik zelf eigenlijk. Ik ben de meest trotse moeder van heel de wereld. Ja, dat ben ik. Je begint al helemaal te stralen. Ja, ik ben een hele trotse moeder van een jongen van 4. Die het gewoon hartstikke goed doet op school. En je ziet hem ontwikkelen tot steeds een groter jongetje. En daar word ik gewoon heel erg trots en blij van, natuurlijk. Dan de laatste van je favoriete citaten. Eigen volk eerst. Ja, dat is natuurlijk, dat kan je op een heel erg kwaad daglicht zetten natuurlijk. Het is totaal niet racistisch bedoeld of beledigend bedoeld. Maar het is meer, ik vind het heel belangrijk dat de mensen die dit land hebben opgebouwd. Hè, de ouderen, de mensen die in de oorlog hebben gevochten. Dat die ook gewoon een goede oude dag krijgen. En geen pyjama dagen of zorg van een stagiaire, wat op zich heel goed is. Maar als er risicovolle dingen worden uitgevoerd, dan vind ik dat er gewoon iemand bij moet staan om te zorgen dat dat gewoon perfect gebeurt. Dus in die zin, eigen volk eerst. De mensen die hier in Nederland of komen of zijn, die willen werken, die het wederzijds respect hoog hebben staan en die gewoon hier zijn, trots zijn op Nederland en die Nederland verder willen helpen of in ieder geval in stand willen houden. Top. En dan maakt het mij op zich niet heel veel uit waar je vandaan komt. Als jij hier alleen maar zit om op een makkelijke manier geld te verdienen of op de bank te zitten en verder niks uit te voeren, ja, dan zou ik zeggen, eigen volk eerst. Eerst maar eens kijken naar de mensen die wel heel goed bezig zijn. Of in ieder geval zichzelf gewoon in stand houden en gewoon goed bezig zijn. Of in ieder geval, wat ik al aangaf, die normen en waarden en het wederzijds respect. En hoe zit dat dan met de autochtone Nederlander die op de bank zit en eigenlijk niet heel proactief op zoek is naar werk? Ja, het is hetzelfde als de autochtone Nederlander. Het is ontzettend denigerend en vernederend om nu een bijstandsuitkering aan te vragen bij het UWV of bij een sociale dienst. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik kreeg de vraag, waarom heb je niet gesolliciteerd voor toiletjuffrouw? Dat had ik gedaan, maar ik was afgewezen. Dus ik snap heel goed dat het lastig is om een uitkering aan te vragen of om met de regels van nu dan om te gaan. Maar ik vind wel dat je je best moet blijven doen om in ieder geval desnoods ga je vrijwilligerswerk doen. Iedereen kan in de bijstand komen. Ik ben het zelf ook geweest en dat is heel vervelend. Maar ook niet het einde van de wereld, poep gebeurt. Maar blijf wel gewoon positief. Blijf je inzetten om in ieder geval zelf gelukkig te blijven. En zelf wel initiatief te blijven tonen om of te solliciteren. Om iets anders te doen voor Nederland. Wij van de PVV vinden gewoon dat je ontzettend zuinig moet omgaan met het geld van de belastingbetaler.
De Provinciale Staten hebben de laatste tijd gewoon heel erg veel nevenfuncties naar zich toegetrokken. En de PVV is er juist voor om dat te verminderen. De gemeente die kan bijvoorbeeld veel beter bepalen wat er gebeurt met bepaalde bedrijventerreinen of woningen, dan dat wij dat van bovenaf gaan doen. En misschien is het op langere termijn zelfs inderdaad een optie om de hele Provinciale Staten af te schaffen. Ja, kijk, ik weet gewoon nog niet heel erg goed hoe het allemaal werkt met vergaderingen en wat je moet indienen en je spreektijd. Kijk, dat leren we allemaal vanzelf. Dan worden we straks serieus ingetraind en alles wordt erin gegooid. Wat ik nog moet leren, denk ik, is het debatteren. Ik kan heel goed zeggen wat ik wil, maar ik wil er ook wel eens een beetje overdreven in gaan reageren. Nou, voor mij is veiligheid heel belangrijk. Het is dan nu op dit moment heel actueel met alle conducteurs die dan mishandeld worden, gewoon bij de NS. Wat gaan jullie daaraan doen? Wij zijn voor meer cameratoezicht in het openbaar vervoer. Preventief fouilleren. Op de probleemlijnen, zeg maar, komt er meer bewaking. Windmolens, uiteraard. Daar zijn wij ontzettend fel op tegen. Daar ben ik ontzettend fel op tegen. Waarom? Het kost een godsvermogen. Het levert in principe helemaal niks op. Het is een doorn in het oog in je achtertuin. En het is ook nog eens een keer dat er vogels gewoon echt massaal niet meer doorheen kunnen vliegen. Dus liever een tweede kerncentrale op de Tweede Maashaven? Liever een kerncentrale dan heel veel windmolens, ja. Sowieso moeten we gewoon heel goed controleren waar de subsidie voor aangevraagd wordt, waar het dan ook daadwerkelijk heen gaat. En misschien is ook wel een plan om dan eens voor te leggen van, joh, jullie willen nou dit, maar kijk hier eens naar. Dan heb ik als lokaal voorbeeld dan het Weidzichtpark. Niet al te lang geleden is daar een wapenkoffer gevonden, leeg. Iedereen in de omgeving uit Crespijn weet dat je daar niet terecht kan 's avonds en al helemaal niet om te gaan wandelen met je kinderen. Misschien als wij aangeven van, joh, er wonen daar ook ontzettend veel vogels en ik geloof zelfs konijnen. Maar ook de bomen die daar staan, die zijn gewoon best wel uitzonderlijk. Er staan best wel veel verschillende bomen. Misschien als we dat voorleggen, dat het de linkse luidruchtige subsidieclubjes ook eens denken aan wat belangrijk is voor het volk. Dus de PVV neemt eigenlijk de milieuactivisten aan de hand en zegt van, nou, kijk hier eens naar en kijk daar eens naar. We gaan ze absoluut niet aan de hand nemen, maar ik zou het wel leuk vinden om ze gewoon eens voor te leggen. Hè, de subsidie die jij nu aanvraagt voor dat gaat wel ten koste voor dit. Ja. Ja. Buma van het CDA die stelde dat van de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen van de 69 gekozen PVV'ers er 31 ondertussen al zijn vertrokken en uit de fractie zijn gestapt. Hoe gaan jullie dat dit jaar voorkomen? Ja, dit jaar hebben wij in ieder geval in Zuid-Holland gewoon een ontzettend goed team. En ik en dan de nummer 11 zijn ook in Enschede geweest. Ook gewoon ontzettend veel goede, echt enthousiaste mensen. En ik denk dat we ook best wel hebben gescand nu op wie wil dit echt. Of wie gebruikt het eigenlijk alleen maar voor zijn persoonlijke gewin. En ik denk dat we zeker in Zuid-Holland op dit moment zo'n goed team hebben van mensen die hier echt voor willen staan. Dat eigenlijk niet meer aan de orde zal zijn. Nou, dankjewel voor dit interview. Je hebt nog 1 minuutje de tijd om de kijkers te overtuigen waarom ze binnenkort op jou of op de PVV moeten stemmen. Succes. Ja. Mijn naam is... Sorry, ik moet even klippen nu, denk ik. Ja. Mijn naam is Tessa Dulver. Ik ben 25 jaar oud en ik heb me aangemeld bij de PVV omdat ik sta voor een beter Nederland. En omdat ik mijn best ga doen om dat ook voor elkaar te krijgen. Onze standpunten zijn duidelijk, onze standpunten zijn helder, het boodschap is helder. Stem voor de PVV en stem voor een beter Nederland. En dan stem op mij op nummer 4, stem op de fractievoorzitter nummer 1, 2, 3. Eigenlijk is de hele partij ontzettend goed en ik ben over iedereen enthousiast. Mocht je nog twijfelen, stem dan op nummer 11. Helder. Dat was hem. Ik moet nog heel even gaan merken dat ik even slash. Ja. Dus